Hallo iedereen, welkom weer bij The Binding of Isaac. Laatste keer hebben we met Blue Baby de D6 geunlocked en Rainbow Baby eindelijk na zoveel proberen. Dus ik wil toch eens heel graag die D6 gaan proberen, dus we gaan vandaag Isaac eens proberen. Want zoals je weet, de D6 kan je zeg maar items opnieuw maar rollen. En we zitten nu in de Curse of Darkness, dat is dat betekent dat we dus extra moeten opletten. Maar Isaac is nu een van de overpowerste karakter wat je kan zijn. Oh, hallo Gladney. Want je kan gewoon heel veel items rerollen en als je dan gewoon heel veel passive items en zo kan krijgen, wat niet de spatiebalk vervangt, kan je dus heel erg sterk worden. We zeggen nu tegen Gladney, dus we krijgen of een tarotkaart of een pil. Of een item. Nou goed, dus kijk wat deze pil is. Speed down. Nou, dat is een slechte pil. Hopelijk zijn de andere pillen beter wat we gaan tegenkomen. Oh crap. Spin gaat ook. Nee, spin! Dat is weer zo'n situatie waar je gewoon niet kan ontsnappen. En ik wist dat mijn damage gewoon niet hoog genoeg was. Dus dat is een hele vervelende kamer. Maar soms heb je hele lastige kamers. We vonden de item room helaas niet in één keer dat we wat vaker kunnen rerollen. Dus ga checken wat erin zit. Misschien als het de waarde is, pak ik het. Als het niet waarde is, dan pak ik het niet. Dan ben ik eerst de baas van het is. Hij kan mij heel veel rode hartjes geven. Maar ik ga, weet je wat? Ik pak hem. Want heel veel rode hartjes. En als ik wat items kan krijgen, zoals de Mider of de Mom's Spul, dan krijg ik gewoon heel veel soul hearts. Want dat zou een goede combinatie zijn. Ah, goddammit, ik zat vast. Ik wou om dat ding lopen, maar ik zat vast op dat dingetje. Maar we vechten niet tegen de Widow. Maar we vechten niet meestal pas als je in de cellar meestal zit. Gelukkig doet hij ook een beetje op zijn eigen kinderen staan, dus dat is wel wat fijner. Een beetje ook te schieten op de naps. Maar zoals je kan zien als je naar hem kijkt, het is gewoon interessant hoe die is gemaakt. Zijn voeten, zeg maar, zijn gewoon tenen. Oh god damn it, ik krijg gewoon vervelend damage, maar ik kijk niet wat te krijgen. Nou, overpowered is, hij ziet niet echt, maar komt dat ik ook weer hele stomme damage krijg. Maar goed, we hebben een HP up, die ga ik niet rollen, die ga ik zeker weten pakken. En dan zijn we ongeveer klaar hier. Ik ga niet op zoek naar de secret room, maar dan moet je de kansheid onthouden waar alles is. Nu zitten we in de cellar 2. Dus eens kijken, wacht even, als ik nu gewoon wacht op een goed moment. Ik probeer gewoon juist, oh crap, ze zeg maar te killen met een TNT, maar dat gaat eigenlijk niet echt lukken. Dus ik probeer ze gewoon kapot te schieten en hopelijk krijgen we een goede item. Ah, damn it. Waardoor, of we zien een slecht item waar we daarna kunnen rollen naar een goede item. Want ik wil de D6 toch eens heel vaak, heel graag en vaak gaan proberen. Dus hopelijk vinden we de item room heel snel. Oké. Okay. Rennen. Oké, okay. Niet schieten. Ontplof gewoon. Damn it. Ik alles behalve die tinted raak. Ik probeerde ze juist te killen om die tinted raak te laten ontploffen. Maar dat is helaas niet gelukt. Dan moeten we deze laatste killen. We hebben nog de item room niet gevonden. Hopelijk vinden we die heel snel. Ik bewaar nog even mijn bom. Misschien kan ik mijn bom ergens beter trekken. En we vechten tegen de tweede minibaas. Envy. En het is super envy ook nog, dus we gaan denk ik een goede item misschien eruit krijgen. Ik weet niet precies, je krijgt meestal altijd of een pil of een tarotkaart of een item van ze. Ik weet dat je van, zeg maar als je tegen last vecht krijg je poison touch. Als je tegen, hoe heet die weer, ik ben even de naam kwijt, die ene die wormers plant en apperkerk schiet, de groene. Ik weet dat je hem poison bombs van hem kan krijgen. Ah, deze is ook nog echt zo lastig, want dan kom ik gewoon. Ah, nee, kon ik niet echt ontwijken. Oh crap, ik heb een fout gedaan. Ik heb de grote kapot geschoten. Dit gaat echt heel lastig worden. Ik kan gewoon compleet ontsingeld worden. Zoals dat. Dit ziet er niet goed uit. Helemaal niet. Dit is dus het slechtste geval wat je kan hebben bij Envy. Gewoon dat er te veel zijn. Ik moet. Oh god. Oh god! Dit kan. Ik ga je dood. Oh god! Oh god!
Dit haal ik niet. Dit zijn er gewoon te veel. Er zijn er gewoon te veel. Nou, dat is het slechtste geval wat kan gebeuren. Dus we gaan gewoon nog een keer proberen. Kijken of we deze wat meer geluk hebben. Oh ja, wat een van jullie ook heeft gezegd. Hè. Ik weet niet of het waar is of niet. Als je Epic Venus hebt en je doet de vuur en poep gewoon kapot opblazen. Krijg je dus niks eruit. Oh, hallo mijn goede vriend. Hopelijk krijg ik genoeg geld voor jou. Ah, we hebben de item gekregen. Oh, dat is een Excel-vloer. Dus we moeten op zoek naar een sleutel. Ah, hopelijk krijgen we echt een sleutel. Want ik wil graag de D6 gebruiken. En... Ah, god, daar rende ik direct in. We hebben een sleutel. Oh, een matchstick. Dus we krijgen wat meer bommen. Of kans om meer bommen te krijgen. Ik wil gewoon heel graag een sleutel hebben. Want hoe meer kamers ik bewaar voordat ik zeg maar kan rerollen. Is zeg maar gewoon... Dan kan je gewoon vaker rerollen en dan kan je gewoon heel sterk maken. We moeten niet deze gaan kapot schieten. Gelukkig zijn deze vrij simpel. Behalve die champion dan. Die wordt wat lastiger. Never mind. Ik dacht dat die wat lastiger zou zijn, maar kennelijk niet. Er zijn vrij makkelijke vijanden altijd. Als je een beetje van afstand kan schieten, dan kunnen ze gewoon niet aan je komen. En ze zijn ook vrij snel dood. Ze hebben niet veel HP. Ah, dat is een bom. Maar ik zou liever een sleutel willen. Dus kom op. Ah, oké. Hier zit een kamer vol met hapers en vuur. Dus hopelijk kan ik een paar keer voordat ze in het vuur gaan. Dat zou fantastisch zijn. Kom niet in het vuur. Ah, crap. Die zit allemaal in vuur. Nu hebben ze zeg maar... Ah, helemaal ontsingeld. Hebben ze zeg maar meer HP zoals jullie kunnen zien. Alsjeblieft dood. Ga alsjeblieft dood. Dat is het vervelende aan hapers als ze op brand staan. Ze kunnen meer HP daardoor krijgen. Dat is een hartje. We hebben nog steeds geen sleutel gevonden, dus hopelijk vinden we dat snel. Ik heb 2 cent, dus die ga ik zeker weten aan Judgment geven. Hopelijk geeft hij mij een sleutel daarvoor. Een bom, oké. Okay. Ik heb heel veel bommen, maar ik heb sleutels nodig. Dat is degene die ik echt nodig heb nu. We hebben wat vliegen. Die vliegen doen denk ik ook geen damage. Dus als ik gewoon tegen ze aanduw, dat weet ik wel. Laten we eens een testje doen, ik neem het risico. Nee, zie je? Geen damage. Dus voor die hoef je nooit zorgen te maken. En weer een bom. Waar blijft mijn sleutel? Ah, dat is een tintendrag. Misschien krijg ik daar een leuke sleutel uit. Dat zou fantastisch zijn. Nee, gewoon 2 bommen en een soulhart. Nou, dat is ook goed. Misschien krijg ik een sleutel bij deze vuur. Want hoe meer kamers ik moet gaan doen, hoe minder kans ik heb om vaker te rerollen. We zitten ook nog een XL-vloer, dus we moeten ook nog een shop gaan overslaan. Dat is ook nog vervelend. We hebben hier 2 item rooms ook nog. Dus we hebben eigenlijk veel kans om te rerollen. Maar als ik geen sleutels heb, krijg ik dus gewoon helemaal geen kans daarvoor. Dus hopelijk krijg ik... Ah, eindelijk een sleutel. Haha. Hopelijk heb ik niet... hopelijk zijn er nog veel kamers in het spel. Voor de D6 te laden. En wat is het? Mr. Mega. Ik heb al wat bommen. Want ik weet dat je wat bommen van hem kan krijgen. Dus ik ga hem rerollen. Krijg ik nu. Oh yeah, de odd mushroom. Dat is dus een damage up. Is dat. Ik krijg ook nog een groter hoofd door. Dat is altijd geinig. Dus een damage up en een HP up dacht ik. Of had ik al een HP up? Nee. Dus een damage up en een HP up. Dus dat was geweldig. Dat is echt de moeite waard geweest om te rerollen. Maar nu moeten we op zoek naar de tweede item room. En op zoek naar de baas. Want je bent hier weer al geweest. Dus hopelijk kunnen we nog de D6 laden. Als we deze kamer hebben gehad. Oh ja, we krijgen een extra lading uit onze D6. Dat is wel één ding wat fijn is. We hebben weer een tintendrak in het midden. Dus die ga ik zeker weten opblazen. Doe ik nu maar alvast. Ah, dat is sleutel nummer 2. En een soulhart. En een bom. Ik krijg toch wel veel bommen dankzij de matchstick. Ik ga even schuin proberen na hem te... schieten. Gewoon dat hij me niet kan raken. Nou, we krijgen echt meer dan genoeg bommen. Dus Mr. Mega, het geeft je wel sterke bommen. Maar laat me maar gelijk even checken voor de secret room. Dan kan ik ook 2 cent. En de secret room gelijk gevonden. Oké, okay, hopelijk zit er genoeg geld in. Ah, 3 cent. Dat is het slechtste wat je kan krijgen hierin. Of je krijgt misschien een devil, zeg maar, kapjes. Een kapjes paar is heel goed. Je kan ook wel slechte items krijgen erin. Dat is zelden. Zeg maar, die 3 cent is het slechtste geld wat je kan krijgen erin.
Oké, nu moeten we alleen nog kijken. We hebben 3-6 geladen, dus hopelijk vinden we heel snel de baas of de uitengroen. Maar zoals je kan zien, we komen het weer niet tegen. Dat is juist heel vervelend. Want zoals ik zei, hoe meer kamers er zeg maar moeten gaan doen, hoe minder kans voor rerolls we hebben. Gelukkig is het een vrij simpele kamer. Gewoon een beetje ze in een kantje een rechte lijn leiden, zijn ze makkelijk kapot te schieten. Een beetje oppassen voor deze, die kan een beetje onvoorspelbaar lopen. Kijken of we deze snel kapot kunnen schieten voordat ze me aanraken altijd. En dat is weer een sleutel. Oké, we hebben wat extra sleutels. Ah, we hebben de baas gevonden. Gaan we gelijk tegen vechten. Gewoon dat we kijken of we een extra D6 rol eruit kunnen krijgen. En een soul heart. Geweldig. Dus we hebben flink wat soul hearts. Ik weet niet of hier ook... oh ja, er zijn ook nog twee bazen. Dus we moeten kijken of we deze item gaan rerollen. Of dat we gewoon het item meteen pakken. We moeten gewoon even wachten. Vechten nu tegen Monstro. En dan ook nog een champion Monstro. Ik weet niet of je dan juist... Oh, goddammit. Een soul heart van hem gaat krijgen. Als hij nu ophoudt met die tranen schieten, kan ik wat dichterbij komen. Ik denk dat hij in een loop vast zit. Ah, ik heb het liefst dat hij zo achter hem aanspringt. Dat vind ik altijd fijn om gewoon zo dichtbij hem te gaan. Maar dan springt hij meestal constant op je af en dan kan je gewoon constant elk traantje raken wat je kan. Maar of als hij dat doet, tenminste doet hij niet meer hoog springen. Dat heeft hij al een tijdje niet gedaan. Hij is bijna dood en dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. Oké, die ga ik helemaal niet rerollen. Want er zijn 2 extra hartjes meteen. Dat is geweldig. En een leuk bloemetje. Dus we gaan gelijk tegen de volgende baas vechten. Kijken, kijken of daar de moeite waard is om de D6 te gebruiken. We vechten tegen Larry Jr. Het is ook nog een champion versie. Jammer dat er geen golden versie van is. Van de hollow tot er geld uitkomt. Dus hier komt denk ik larven van uit. Oh crap. Oh crap. Snel poep wegschieten. Ik wil niet zeg maar... gelakt zijn. Want je moet toch opletten met de poep en alles van hem. Want hij kan je nog steeds insluiten. Oké, we hebben eentje dood. Dus hij doet toch niet dingen achteraan. Het is een champion versie. Maar het enige echte verschil is dat hij ook nog schiet. Dus ik dacht dat hij ook nog dat hij groen was. Dat hij ook nog larven zo achterliet. Maar kennelijk niet. Hij is bijna dood. Meestal als hij heel veel heeft gepoept en de poep ontploft allemaal in één keer. Krijg je meestal nog een extra hartje of zo. Bereid of een muntje. Dat is vaker zo. Maar we hebben hem bijna dood en hij is dood. Een angel room! Oh my god, dat is geweldig. Ja, ik ga deze rerollen. Eens kijken. Want ik weet dat je ook bij angel room kan rerollen. Kijk wat daar is. Oeh, die ga ik me zeker weten pakken. Dat is net zoals Chubby. Die zeg maar gewoon meer kans heeft om soulhas te droppen. Dus dit is allemaal verschrikkelijk goed. Alleen moeten we nog steeds op zoek naar de andere item room gaan. We hebben 6 cent, dus we kunnen die aan onze BAM-friend geven. Voor misschien een leuke item. Ah, daar is de item room. En we hebben hier 2 kamers hiernaast nog. Als we nog 2 kamers, of nog 1 kamer daarna nog hebben, kunnen we die gebruiken om de item te rerollen. Wat is het? Rainbow Baby! Oh mijn god, we hebben de item die we laatste keer hebben geunlocked. Wat Rainbow Baby doet, die schiet elke keer een random tier van alle campagnen. Elke keer als het een... eentje van Chubb, een keer van Harley Quinn Baby, dus die, of een Steve, Little Steve. Dus hij schiet elke keer verschillende tranen. Dus dat is wel fantastisch dat we hem gelijk krijgen. Ik doe nog gewoon de andere kamers ook maar gelijk. Kijken of ik daar nog... oh, ik heb al een D6 gedaan, dus we kunnen gewoon verder gaan. Oh ja, ik zou nog geld geven aan mijn kleine Judgment. Ik heb niet genoeg geld voor de shop, dus ik ga het liever aan hem geven, want hij kan me een goede item geven. Ik ga niet naar de shop, want ik heb maar 1 sleutel en die bewaar ik me liever. Dus we gaan eens kijken wat onze goede vriend gaat geven of ons helemaal beroven. 1 van de 2. Een extra sleutel zal fijn zijn. Of, zeg of pills, ook heel goed. Hopelijk zijn het goede. Range down. Oké, dat is dumbbell pill. En de laatste. Speed up, oh yeah. Dus ik ben nog gelijk al heel snel. En dit is de perfecte snelheid. Ik zou geen snelheid op meer nemen. Dat is snel genoeg voor mij. Dus dat is wel heel goed. We hebben laatst alleen een range down. Dus onze schietrange. Ah, is nog steeds heel ver.
Ik dacht dat het wat lager zou zijn, maar goed. We kunnen nu gewoon lekker verder. We hebben al heel veel hartje down. Dat is een hele goede Excel-vloer wat we daar hadden. Alleen moesten we helaas 2 shops overslaan. Dat is het enige echte nadeel wat we hadden. Maar goed, we hopelijk komen heel snel de item te vinden. We hebben hier wat Applecakes baby's. Hopelijk kan ik ze overhalen als ik eentje nog kapot krijg. Zo. Als ik hem hier... Kijk, schiet je Applecake. Schiet je Applecake. En nu hier. Ik probeer hem gewoon dit te laten doen, dat ik gewoon bommen kan sparen. Maar als hij geen wil schieten, kom op. There we go, de secret, secret room. Oké, dankjewel. En wat zit hierin? De trinket machine. Die gaan we een paar keer spelen. Ik kom wel kijken of ik er een leukere... Oh, hij ontploft meteen en ik krijg meer geld terug. Geweldig. Dat is ook heel goed, was wel de moeite waard. Wat zit hierin? Een golden chest, niet echt de moeite waard. Ik heb nu al... Ik kan wel sleutels tekort, maar... ik heb wel bommen. Nu moeten we alleen hopelijk heel snel de item vinden, want we hebben weer te veel kamers waar we... Oeh, zo hard, dankjewel. Dat is wat het kruis doet. Gewoon random zo hard, dus het ziet er heel positief uit. We hebben de baas gevonden, gaan we gelijk tegen vechten. Kijken of we daar de D6 kunnen gebruiken. Dat zou fantastisch zijn als we dat konden. En dan kijken of we dan ook snel de item rooms daarna in de shop. Want in de shop kun je ook nog rerollen. Kunnen we ook nog vinden. There we go. We hebben sleutel nummer 2. Dus dat is fijn. Dus we vechten nu tegen Gurdy Jr. Dat is een hele lastige. Hopelijk krijgen we snel een traan wat hem verlangzaamt. Die zwarte. Dat zou fantastisch zijn als we dat konden krijgen. Hij is lastig, omdat die ganzen zo heen en weer gaat. Dus het beste wat je kan doen is echt aan de zijkant blijven. En gewoon hopen dat je hem uit je buurt kan houden. Maar hij is een hele lastige baas. Maar we hebben hem al bijna dood. En we hebben hem dood. Oh, kijk eens daar. We hebben gelijk Pageant Boy. Pageant Boy die wou ik toch even pakken, want ik kan de geld heel goed gebruiken in de shop. Ik kon het wel rerollen, maar... Ik denk, gebruik het maar liever voor de shop, want stel voor, er is misschien de ladder wat erin zit. Dat zou ik niet echt graag willen. Kan ik die rerollen voor misschien Book of Revelation. Nee, niet de Book of Revelation, voor, Nans hebben. Oh, wacht, hier is een tintentrak. Had ik bijna gemist, die tintentrak. There we go. Heb ik dat gelijk. En dan hopelijk vinden we snel de item room en de shop. Meestal zijn denk ik de laatste kamers. Dus ik denk niet dat we een extra reroll kunnen krijgen. Yep. Oh wacht, misschien nog wel. We hebben hier nog 2 kamers hieronder. Dus hopelijk zit er dan nog een kamer erin. Dus het is zo vreemd die vliegen. Ik krijg heel veel damage. Voordat ze zo split schieten. Nou ja, eens kijken wat hierin zit. Hallo, mijn goede vriend Dr. Fidus alweer. Oh, we hebben Dr. Fidus weer. Geweldig. Oké, die zijn opgeblazen. Nee, daar kon ik niet echt ontwijken. Ik was gewoon te langzaam. Maar we hebben een soa teruggekregen. Nu gaan we eens kijken wat in de shop is. Dan kan ik 2 trinkets raken. En nu kunnen we gelijk die in de test doen of we niks kunnen krijgen als we alles opblazen. Dus gaan we die pakken. Kan ik 2 trinkets dragen. Is altijd fijn. En ik ga de sleutel pakken. Want we komen gewoon wat sleutels tekort. En goed, ik doe die laatste kamer ook maar even onderzoeken. Kijken wat we daaruit krijgen. Daar zit een golden chest en een curse room. Ik ga toch even de curse room. Ik heb toch wel wat zohas en een reden hoe ik zohas kan terugkrijgen. We krijgen alleen 2 bommen. Dus dat was niet echt de moeite waard. Nou ja, dat kan gebeuren. Ik weet eigenlijk waar nu de secret room nu moet zitten. Of de grootste plek waar kans wat kan zitten. Daar zit het dus niet. Oké. Dan is er nog 1 andere plek. Moet op deze kant zitten. Ja, daar is het. En wat zit erin? Oh, heel veel geld. Geweldig. Dus we hebben gelijk 15 cent voor de volgende shop wat we kunnen gebruiken. Hopelijk vinden we die snel tot we... De D6 kunnen gebruiken. We hebben de D6 om items te rerollen. Maar we hebben het niet echt nodig gehad. We krijgen juist echt heel sterke items. En trouwens wat ik nog wist. Hè, we hebben met de Isaac nog niet Mams hart verslagen. Valt me juist in. Hebben we nog niet gedaan.
Dus dat moeten we ook nog eigenlijk doen. Dus misschien gaat het nu lukken met Dactavirus. Moeten we even afwachten. Oh crap. Ik zal even concentreren. We hebben daar de golden chest, maar ik ga die pakken. Ik ga wel in de curse room. Kijken of deze iets beters heeft. Weer twee trollbombs. Oké, dat was gewoon echt niet de moeite waard. Nu ga ik het ook testen of je echt niks kan krijgen uit poep en zo of uit vuur. Dus ik ga alles opblazen wat ik kan opblazen. Gewoon kijken of het wel klopt. Oh, dit is een makkelijke kamer. En zeker met Dr. Fetus is die zeker makkelijk. Zo, we kijken weer een extra bom. We krijgen heel veel bommen, maar we hebben meer dan bommen. We hebben de item room gevonden. Gelukkig best wel snel. We moeten alleen nog kijken of we hem hier snel kunnen killen. There we go, en één opblaas. We moeten alleen kijken of we de poep weer kunnen opblazen. Kijken of we iets eruit kunnen krijgen. Als we helemaal niks eruit krijgen, dan geloof ik je wel. Dan krijg je gewoon niks eruit. Nou, eens kijken wat het is. Ja, deze geeft je poison bombs. Maar ik weet niet of dat met Dactavirus werkt. Ik denk het wel. Ik pak hem maar gewoon. Het geeft me 5 extra bommen. En ik schiet nu... Yep. Ik zag er... Oh, wacht. Die ene poep nog. Moet je niet vergeten voor de test. Ik zag een groene ontploffing. Dus ik schiet nu poison bombs. Dus dat is verschrikkelijk sterk. Sorry, ik ben alweer. Ik had even onverwacht bezoek hier even. Dat moest ik even regelen. Waar was ik? Ik moest nog op zoek naar de baas. Ik weet niet meer waar we laatst waren. Het was even een druk gesprek. Oh ja, ik had Dactavirus. Dus dat is een flink overpowered item. Oh ja, ik had poison wapens. Of poison bomb. Blijkbaar doen ze niet vergiftigen. Ik dacht juist wel. Dus dat heeft toch geen werking. En ik heb nu zo alles opgeblazen dat ik niet aan deze gist kom, dammit. We hebben hier de shop, maar geen sleutels. Dus dat is een beetje vervelend. Dus hopelijk komen we snel een sleutel wat vinden. Dat zou fantastisch zijn. Kijken of ik gewoon snel... Ah, ik schiet mijn tranen wel wat sneller. Dus zoals jullie zeiden, een tearstone hangt toch een beetje af van de bommensnelheid achter elkaar. Die is opgeblazen. En dan kijken we deze. Dat zijn twee champion versies wat we hier gelijk hebben. Dus we krijgen een bom, een muntje en een tarotkaart. Slotmachine. En ik moet ook die tinten trappen. En een trollbom. Ah, daar is de sleutel voor de shop. Dus die gaan we gelijk gebruiken. Want misschien kunnen we de DC6 gebruiken in de shop. Voor een betere item. Wat is het? De kompas. Die ga ik zeker pakken. Dan ga ik niet rerollen, die is te goed. Ah, dus we zien gelijk waar een mini-baas is. Oké, dus we komen hier. Denk ik hier volgende. Komen we... Die weg gaat dus doodlopen. Oh, nee, kon ik niet echt ontwikkelen. Oké, ga omhoog. Dus gewoon lopen. Ah, we hebben de zieke-zieke-room gevonden. Dat is fijn. Nog deze opblazen. Ik schoot net mijn eigen traan weg. Oh ja, we hebben kunnen door de Isaac Fork. Een extra hartje erbij. Is een beetje zoals de Vampire. Een Eternal Hart. Die ga ik me dadelijk oprappen als ik de baas heb verslagen. Maar ik ga nu tegen de mini-baas vechten. Het is Pride. Gelukkig blaas ik op met 2 knallen. En we hebben 2 dezelfde kaarten. Wat ga ik doen? Oh yeah. Die had ik zo gehoopt dat ik die zou krijgen. En dan doe ik deze direct daarnaast. Spannen. 2 daarvan. Oké, eens kijken wat ik eruit ga krijgen. 2 tegelijkertijd. Kom op. Geef me iets goeds met de laatste centen wat ik heb. Een soulhart, geweldig. En een laatste muntje. Nog een soulhart. Oké, ik laat ze nog even staan. Misschien krijg ik nog wat geld. Misschien ben ik vanavond om de golden chest open te gaan maken. Dan kan ik niet echt ontwijken, die traan. Zo, die zijn dood. Nog een soulhart. En we hebben weer een muntje. Dus ik ga gewoon dadelijk terug doen. Gaan we een kist openmaken. Kijken of ik daar een... Hakweb. Ik heb me gewoon zelf in de val gelokt. Dat was niet slim. Ik moet ook een beetje wennen aan Dr. Fetus. Want je kan hier nog steeds er zelf mee opblazen. Oké, we hebben de champion dood met weer een muntje gekregen. Dat is altijd fijn voor de slotmachine. Nu als die laatste gewoon dood wil gaan. Oké. Nu gaan we maar eens tegen de baas vechten. Kijken of we misschien ook nog een deal met de duivel kunnen krijgen.
Dat is... Ah, Fistula. Dat is best makkelijk met Dr. Fidus. Alleen het is niet de champion versie, dus je kan het niet op gaan blazen als normaal. Misschien krijgen we net dezelfde situatie als laatste keer. Dat we gewoon te veel vijandjes krijgen. We hebben Dr. Fidus verslagen, alleen nog wat larven verslaan. Eentje te gaan. There we go. We hebben een Angel Room en Mr. Squeezy. Mr. Squeezy ga ik zeker pakken, want dat zijn twee Soul Hearts. Die laat ik niet liggen. En wat krijgen wij uit de Angel Room? Sacred Heart. Als het nu goed is, dan gaan de bommen automatisch op de vijand af. Dat zijn homing bommen nu. Geweldig. Ik doe nog even met de sleutel, want ik heb één van die twee gouden kisten openmaken. En ik moet die andere Internal Heart niet vergeten. Die ik hier heb. Die neem ik ook zeker mee. Dat is weer een extra hartje. Dit ziet er heel positief uit. We hebben hele goede Angel Rooms gekregen en alles. Ja, want ook die kist juist niet kan pakken. Dat ik juist de TNT, de bommen, verkeerd heb laten ploffen. Ik moet nog steeds naar de Secret Room. Nog steeds op zoek gaan. Zou die daar zitten? Nee. Die zou nog op verschillende plekken kunnen zitten. Dus die moet ik nog gaan zoeken. Oké, ik ga deze pakken. Met... een sleutel voor de volgende kist, wat ik hier kan openen. Oké, en wat ga ik dan uit de volgende kist krijgen? Ah, daar we go. En een sleutel terug en een bom. Geweldig. En gewoon wat extra geld voor de Soulheart of slot machines. Voor de trinket machines, dat was de naam. Ik moet nog steeds op zoek gaan naar de... Oh, gevonden. Ben ik gelijk teruggegaan. Kijken wat we erin krijgen. Oh, een one-up. Dus we hebben ook nog een extra leven. En ik denk, als je heel veel hartjes houdt... En gewoon dat gebruik, of doorgaat, hou je al je hartjes, dacht ik. Of je komt terug met drie hartjes, niet zeker. Maar goed, we gaan ze lekker allebei spelen. Dan krijg je een tarot kaart, dat is de Fool. Dat is voor de ex uit te teleporteren. Het zou wel handig zijn als je tegen Mam gaat vechten. En de laatste. Nee, dat is niks. Dus ik blaas ze gewoon allebei op. Een pil en die laatste nog kan opblazen. Waarom blaast hij niet op? Oh, ik denk al. Kijk, dus een muntje en een... Oké, wat zou deze pil zijn? Bad trip! Oké, dus we weten dat we wat slechte pillen hebben hier. Maar goed, we hebben weer een fantastische vloer gehad. Ik heb nog niet eens één keer, denk ik, echt de D6 nodig hebben. Dus ik heb de D6 voor sterkere items te krijgen. Maar we hebben nu de kompas, dus we kunnen gelijk zien waar de shop is en alles. Dus we gaan gelijk eerst naar de... Nee, we hebben niet genoeg geld voor de shop, dus ik ga gelijk naar de item room. Oké. Bom verkeerd geplaatst, dus ik moet een beetje voorzichtig... Ah, nee. Oh, great. Dankjewel, meneertje Bom. Nu hopelijk doe ik die andere steen niet opblazen. Als die vlieg nu hier zou komen, want ik wil graag die kist pakken. En als ik die vlieg wil killen, dan moet ik niet die steen opblazen. Ah, we hebben de secret room gelijk gevonden. Ah, shit, toch nog gebeurd. Dus de enige manier hoe ik nu die kist kan pakken is door vliegen. Dat is heel vervelend. Maar we hebben flink wat extra geld gekregen. Misschien genoeg voor de shop. We hoeven nog maar 5 cent. Spinnen zijn altijd een beetje vervelend. Spinnen en vliegen zijn een beetje het vervelendste voor dakpapieders. Maar ik zie dat de tranen wel een beetje automatisch op de vijand afgaan. Dus dat maakt het wel makkelijker. Zoals je kan zien, het gaat dan... Nou, eens kijken. Dat gaat een beetje op de vijand af, een beetje. We hebben de item room, eens kijken wat erin zit. Het is een damage up, dacht ik, maar... Ik heb er niks aan, want mijn damage is nu al helemaal gemaxed. Dus ik ga hem rerollen. Hallo Water, nee dank je. Dus ik wacht gewoon nog even. Ik ga gewoon weer laden voor een volgende reroll. En dan kom ik gewoon terug kijken of ik iets beters eruit kan krijgen. Ik weet dat misschien een damage op zou normaal fantastisch zijn, maar ik heb Dr. Fidus. En dat... Hop, doe ik het weer. Ik ren weer achter mijn eigen bommen aan. Dan moet ik echt... Oh, what the fuck doet die vlieg hier? Zo. Ik raad dat hartje wel dadelijk op. Ik wil kijken of ik deze kontelikkers kan killen. Oh, dat was heel veel in één keer. En dan gelijk kijken wat we in de shop hebben. There we go. We hebben één extra muntje. Wat zit in de shop? De slotmachine. Oké, die ga ik dadelijk ook nog rerollen. Kijken of ik dat misschien dadelijk nog 15 cent bij elkaar kan krijgen. En
wat betere items kan krijgen. Dus we hebben eigenlijk wat meer kans voor de D6 reroll. Ik ga ook gelijk checken voor de secret room. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Dan hebben we hier wat, wat chop-chops. Die nemen normaal een heel hartje damage. Maar gelukkig ontploffen ze lekker in één keer. Dus weer een extra muntje. Dus we hebben al bijna... Oké, we hebben nu meer dan genoeg geld voor de shop. En we hebben een reroll. Maar ik ga het eerst bij de item room doen. Kijken of we een beter item kunnen krijgen. En dan kijken of ik misschien nog een verzamelen kan voor een reroll voor de shop. Laten we kijken wat we hieruit krijgen. No, die hoef ik ook niet. Ik had gehoopt dat we betere items zouden krijgen. Maar goed, heb ik hier binnen hier beneden al geweest? Ja. Ja, dus ga ik eens even een shortcut nemen. Gewoon hier naar beneden. Gewoon kijken of ik... We hebben weer een deel van de visselen en de secret room gevonden. Dus het was wel echt wel de moeite waard om hier terug naar binnen te gaan. Nu moeten we even deze visselen. Oh, we krijgen normaal krijg je een soulhart altijd ervan. Maar deze keer niet. Eens kijken wat er hier is. Een rode kist met kamikaze flies. Oké. De grootste reden waarom ik hier ook naar beneden ben gegaan is gewoon dat ik de D6 kan laden. Dat heb ik ook echt nodig. Ik kon niet echt de damage opwijken. Dit is weer zo'n hele vervelende kamer. Kom alsjeblieft. Nee. Ik kon er gewoon niet echt opwijken. Het is gewoon damage wat je niet kan ontwijken. Dat is een vervelende. Ik ga nu naar de shop toe. Kijken of ik daar iets kan rerollen voor iets beters dan dat. En de ladder. Nee, dank je. Dus kijken of ik misschien nog een D6 charge kan krijgen. Dus ik ga nu richting de baas. Ga ik die verslaan. Kijken of ik daar misschien de D6 moet gaan gebruiken. Crap. Ik haat epic turrets. Ik kan gewoon... Ik leid mezelf gewoon in de val. Dat is gewoon zo vervelend. Zo vervelend dat ze gewoon zoveel appen krijgen. Twee tegelijk ziet, kunnen ze gewoon je helemaal sluiten. Oh, Gladney. Hallo, om je weer te zien. Dus we kunnen van hem een tarotkaart krijgen of een item. We krijgen dus een item, een HP up. Die laat ik zeker weten niet liggen. Trouwens, ik kan hem niet rollen. Dat is gewoon een extra hartje en vol HP geeft het. Oh, hallo mijn goede vriend. Nou gaan we... Jou doe ik dadelijk. Ik ga eerst tegen de baas vechten. Oké, dus jou. Hallo. Eens kijken hoeveel schoten om jou te killen kost. Niet veel, denk ik. Maar we kijken dus een Devil Room item. Wat is het? Brimstone. Maar ik weet dat Brimstone niks doet met Dr. Fidus. Dus ik ga hem rerollen. Met Bloodlust. Oké, Bloodlust is toch een soort damage increase. Dat is toch het enige wat we kunnen pakken. We kunnen toch geen andere rerolls pakken. Dus ik ga gewoon dit even spelen tot 15 cent. En ik hoef de ladder denk ik niet. Of wel? Jawel, want ik kan denk ik in een kist pakken. Ik ga toch zometeen de ladder gaan halen. Als ik deze 50 cent heb gespeeld. Want dan kan je net over één gatje mee gaan. We hebben hier de World. Dat is een fijne kaart. Beter dan de Fool. De Fool is goed als je tegen Mam gaat vechten. Hierna moeten we denk ik ook tegen Mam vechten. Maar dat is de andere kaart. Nog een keer de World. Dus twee keer de World. Oh shit, ik heb één keer te veel gespeeld. Damn it. Dat was niet slim. Ik heb niet opgelet. Maar goed. Heb ik mijn muntje terug? Nee. Ik ben stom geweest. Ik ben heel stom geweest. Ik heb niet opgelet. Nu heb ik niet genoeg geld voor de... Oh, is goed. Dan ga ik voor de straf ga ik gewoon naar de curse room. Ik heb gewoon niet opgelet op mijn geld. Nu heb ik niet genoeg geld voor de shop. Om de ladder te halen. Dus ik kan een sleutel en een kist niet pakken. Oh, dat is stom. Dan heb ik gewoon echt niet opgelet. Wat was dat hier weer alweer in? Ah nee, dat is een verschrikkelijke item. Nou, eens kijken wat hier aan zit. Twee kisten. Kist nummer 1, spinnen. Kist nummer 2, een soul heart. Dus een halve soul heart extra. Oké. Dan ben ik gewoon hier weg. En... Dan moet ik gewoon verder gaan. Dat is het enige nog wat ik kan doen. Ik neem gewoon de world mee, want dan kan ik gelijk gebruiken. Want dan weet ik gelijk welke weg ik moet nemen voor de volgende item room. Voor de D6 en alles. Lijkt me veel beter. Dan gaan we verder. En dan zitten we nu waar mam zit. We hebben hier gelijk de shop. Dus ga ik gelijk hier naar binnen. Oh, het is super great. Oh, super great. Heeft met mijn homing bommen te maken.
We krijgen nu eens... Wow, 25 cent. Dat is heel veel geld. En een trollbom. I'm out of here. Oké, we hebben nu ook nog... wacht, ik ga deze gebruiken. Aha, nu zie ik gelijk alles. Ik moet deze wegnemen voor de... Ik kon niet echt ontwijken, de damage. Dat is weer zo'n kamer waar je moet damage krijgen. De enige hoe ik dat kon ontwijken als ik misschien brimstone kon krijgen. Dat ik alles in één slag kon laten ontploffen. Maar dat kan natuurlijk niet. En we hebben veel van die harpers. Wat moeilijke kamers. Maar gelukkig is mijn damage heel hoog. En wat ook nog fijn is dat we de item room... Dammit. Heel snel vinden. En dit is heel vervelend. Dat ik niks tegen die vliegen kan doen. Dat ze gewoon te dichtbij komen. Maar Isaac Ford zegt... Oké, okay, we hebben hier Mr. Boom. Als we die pakken... Moeten we dus hele grote bommen schieten. Nee. Ik dacht dat we hele grote bommen zouden schieten. Dit is denk ik een soort damage increase voor bommen. Dat wel. Dus we doen denk ik ook wat meer damage. Maar goed, we hebben niet echt een reden gehad om de D6... te gebruiken, want we kijken steeds goede items. Onze bommen moeten wel verschrikkelijk sterk zijn door de bommen wat we krijgen. Dus we gaan nu gelijk richting de baas. Wat zat weer in de shop? Oh ja, was ik hier aan de trollbam. Nee, dank je. Die hoef ik niet. Ik wist niet zeker of ik daar zou ontploffen. We gaan zeker weten even de arcade even checken. Dat is een tarotkaart. Hoef ik niet. Of kan niet aankomen. We kunnen wat spelen voor wat dingen. We hebben heel veel geld. Maar ik heb het niet echt nodig. Dus ik ga gewoon alles opblazen. En dan gaan we gewoon verder. We hebben heel veel hartjes en alles. En ik denk als ik hem opblaas, krijg ik gewoon meer kans om een deal met de duivel mee te krijgen. We moeten nog steeds testen of we iets uit de poep krijgen met bommen. Zover nog helemaal niks gekregen. Dus misschien is het wel waar. Misschien helemaal niet. We komen snel genoeg erachter. Oh crap. Gelukkig zijn die snel dood met de Appercax. Maar dat is een hele lastige kamer. Ah, zo wat. Dankjewel. Ik moet alleen proberen niet zo snel als mogelijk. Ben ik al in de secret room eigenlijk geweest of nog niet? Ik dacht het niet, maar die zit juist op zo'n lastige plek. Kan ik eigenlijk vanaf daar hier komen? Ja. Er is gewoon heel veel geld. Nou ja. Misschien komen we wat BAM friends nog tegen. Om iets eruit te krijgen. Maar wacht even, dat hartje oprapen. Heb ik toch niet over nodig. Alleen ik weet één ding. Dat is ook iets wat je kan testen. Als je in de secret room zit. En je wilt testen of hiernaast zie je een kamer. Maar geen schedel. Kan je dit te doen. Zoals je kan zien. Kan je geen weg naar de baas opblazen. Dus als je een kamer ernaast ziet. En je weet niet zeker of het de baas is. En je kan het niet opblazen. Is het een baas of een mini-baas denk ik zelfs. Hop, dat zijn spikes. Zo. Hop, dat ging net nog allemaal goed. Oh, weer zo'n kamer. Ah, crap. Ik ga dood in die stomme hartjes. Ik haat dit. Ik haat maskers. Ik haat ze zo erg. Ah. Waarom ben ik hier eigenlijk naartoe gegaan? Deze kamer loopt dood. Ik heb toch die drie sleutels. Dus ik ga het gewoon gebruiken voor het hartje. En, oh, je hebt wel wat... Great heads, vliegen en I'm out of here. Een spin. God damn it, laat me los. Het is een beetje lastig als ik mijn appen kijk te gaan doen. Ik, als ik die spin dood heb, laat de kamer open. Ik ga gewoon zo en zo. Muntje oprapen. En dan gaan we nu tegen man vechten als het goed is. En dat moet best wel makkelijk gaan. Als het, en ik had nog gereden om de laatste keer. Zij kan heet Blue Mama. Maar dat het eigenlijk rode mama is. Dus we moeten nu gewoon even... Oh crap. Wat lastig. Maar we doen al heel veel damage. Onze bommen doen echt veel damage. Nodig dus een beetje automatisch op de map afgaan. Oh, dat was... Ik hoorde net een angel room open gaan. Maar het probleem is de enige manier... Oh wacht, die hoef ik niet te hebben. Ga ik rerollen. Oké, die moeten we maar oprapen. Waar kan ik in... Normaal, als ik nu de full kaart had, die had ik misschien beter kunnen pakken. Want dan kon ik hier uitgaan en terug naar binnen gaan. En dan had ik denk ik een angel room. Want ik hoor dat geluid daarvan. Dat is het nadeel met tegen man vechten. Dat de enige manier is om dat tevoorschijn te laten komen. Maar we hebben geen uitweg. We zitten nu in
De Judero zitten we nu. Oh, dat zijn maskers. Dat doet ze geen damage. Hopelijk kan ik ze allemaal een beetje snel opblazen zonder te veel damage te krijgen. Zo. En proberen gewoon nu zo snel als mogelijk naar Mam toe te gaan. Of Mam's hart. Want die moeten we nog steeds met aanzicht verslaan. Die hebben we nog niet verslagen. Dus we kunnen net zo goed iets nieuws aanlaken. Nou, we hebben hier onze goede vrienden slotmachine. Ik ga ook al deze... Nou, ik blaas ze gewoon op school. Ik denk ik zou het even gaan spelen, maar nee. Zo te zien op deze weg gewoon dood. Dus we moeten een hele omweg gaan nemen via de andere kant. We weten gelukkig welke kant we ongeveer moeten gaan oplopen. We hebben wat vervelende angel feeder. Oh, what the fuck? Waarom ging die bom niet vooruit? Die bom ging gewoon gelijk direct voor mijn neus stoppen. Dat hoort hij niet te doen. Ah, zieke droom. Wat doe ik nu? Waarom deed ik dat? Ik deed een of andere, of ik deed net per ongeluk spatie. Was niet mijn bedoeling. Oh god, dus, ik weet niet wat mijn hand is. Ik denk heel stoms. Nou goed, we gaan gewoon verder. Die heb ik gelukkig allemaal in één keer opgeblazen. Een beetje stom van mij om die D6 te gebruiken. Hopelijk krijgen we nog één charge eruit. Ik ga deze een paar keer spelen. Ik wil wat rode hartjes eruit krijgen. Ah, is één rood hartje. Oeh, ik moet oppassen voor de stekels. Nog een rood hartje, geweldig. Kom op. Nog een rood hartje. Wauw, 3 rode hartjes achter elkaar. Dat is de eerste keer. Dus dat komt heel goed uit. En een troostprijs is dat, ook een muntje terug krijg. Een bom, heb ik al meer dan genoeg van. Eindeloos eigenlijk van. Ik doe nog één keer. En, oeh, een sword. Doe maar nog een paar keer. Want het geeft me gewoon toch goed uit. Dus soms is het gewoon slim om gewoon even de slotmachine te spelen. Want je kan er toch nog hele sterke items uit krijgen. En sleutels en bommen als je het echt nodig hebt. En zo te zien krijgen we dus heel veel hartjes eruit. Normaal krijg ik nooit zoveel hartjes eruit. Normaal is het zo, als ik hartjes nodig heb, krijg ik er geen. Maar als ik geen hartjes nodig heb, krijg ik een overvloed. Zo is het normaal. Voor deze keer is het spel wat vriendelijker tegen mij. Misschien vindt hij het ook van die stomme fout van die dobbelsteen. Hopelijk zitten in de volgende kamer echt wat monsters. En dat ik dan tegen de baas kan vechten. Gewoon dat ik met... Oh nee, ja, het is gewoon een baas. Dat ik gewoon met die six kan maken. Weer een soul hart. Oké. Flink wat dingen wat ik eruit ga krijgen. Want ik weet dat we één nog een normale baas hebben. En dan moeten we tegen Mams hart gaan vechten. Goed, ik doe nog één keer. Laatste keer. En ik krijg wat stomme damage. Een pil. Oké, nu plaats ik hem gewoon op. Zo. En dan ga ik alles oprapen wat hier ligt. Wat zal deze pil zijn? Hoop, ik wil niet eruit gaan. Alsjeblieft, is goed. Lockdown. En dit is een speed-up. Oké, dus we hebben een speed-up gekregen. Ik wil niet steeds door die deur gaan. Dat wil ik ze niet. Dat doen is... ja, dat wil ik doen. Gewoon even... Niet in de stekels proberen te lopen. En die hartjes gewoon oprapen. Dat is een beetje lastig als je zo'n snelle speed hebt. Dus we hebben wat 2 soul hearts en wat extra hartjes teruggekregen. Oké, hier zitten gewoon wat normale harten. Wat je niet kan door regenereren. Maar we hebben een extra charge uitgekregen. En dan gaan we nu tegen de baas vechten. En wie is het? Oeh, Conquest. Hallo Conquest, leuk om jou weer te zien. Hopelijk kan ik jou snel killen voordat je iets doet. Ah, damn it. Dat zeg maar, we kunnen tenminste als we hem hebben verslagen. Kijken we tenminste... Oké. Gelukkig ging nog goed. Kunnen we tenminste vliegen? Dat is een voordeel. Nou, ik probeer gewoon zo snel mogelijk kapot te krijgen. En we hebben hem kapot. We hebben weer een soul heart en een hartje terug. En we hebben weer de white pony, net zoals de laatste keer. Maar dan moet ik de D6 gaan achterlaten. We zijn nou aardig sterk. We hebben de sterkste dingen wat we kunnen krijgen. Ik denk dat we wel beter vliegen kunnen gebruiken, want dat is ook een beetje een speed-up dan eigenlijk de dobbelsteen. Want we krijgen hierna geen items meer. Dus ik laat de dobbelsteen achter. Het heeft me een beetje geholpen, maar we hebben gewoon de laatste tijd echt gewoon hele goede items gekregen. Oké, er zit een arcade en zo allemaal, maar ik ga nu gewoon richting de baas zo snel als mogelijk. Hop. Oh, goddammit. Ik schot weer de bom extra. Weet je wat nu fantastisch zou zijn als ik nu de item money equals power had? Dan zou mijn bommen nog meer damage doen, denk ik. Want ik weet dat je zeg maar, zijn damage kan increasen. Maar ik zou toch liever een ander soort passive items willen.
Maar hopelijk vinden we de weg naar de baas heel snel. We hebben een golden chest, die ga ik me zeker weten openmaken. Dat was, dit zijn gewoon niet wat hersens. Ja, die splitsen naar kleine. Maar omdat we nu vliegen, maakt het wat makkelijker. Wat krijgen wij in deze kist? Bommen en wat sleutels, oké. Terwijl ik meer dan bommen genoeg heb. Oh, we hebben gelijk hem opgeblazen. Oh, de helmet. Dat brengt me gelijk naar de shop. Maar omdat ik hier geen shop is, moet het dus helemaal naar een random plek brengen. Dus eigenlijk is het gewoon een soort teleportpil. Ik dacht die ook zou ontploffen. Weer een soort. Ik denk niet dat het de goede weg is. Dus ik denk dat we via boven helemaal om moeten. Want zover kon ik geen weg naar rechts vinden waar we naartoe moeten. Dus we gaan gewoon kijken wat we... Godverdomme, waarom doe ik dat? Ik zit gewoon zelf niet echt op te letten, maar gelukkig houden we de hartjes en dat ene kruisje wat random zo hard doet droppen, we gewoon in leven. Daar heb ik wel geluk mee. Kijk, heel veel kisten hieruit. We hebben echt heel veel geld en bommen. Maar ik heb ook niet echt bommen nodig hebben gehad. Om succesvol te worden. Nog die laatste killen. Nou, we hebben weer vol HP. We hebben flink wat hartjes. Oh, envy en envy. Gewoon mijn bommen blijven schieten. En hopen dat ik ze allemaal opblaas. Voordat ze bij mij in de buurt komen. Oh crap, dat was niet slim. Gewoon even hier even stoppen. En dan random even een bom schieten. Dus ze moeten niet bij mij in de buurt komen. Hopelijk doe ik, zoals je ziet, zijn dat er heel veel. Dus godzijdank dat ik kan vliegen. Dat maakt hem heel makkelijk. Het zijn er nu echt heel veel. Dus ik moet echt op goede momenten wachten tot ik gewoon kan gaan. En hoop dat ik een paar tegelijk pak. Oké, er is nu nog ineens een superversie over. Dat betekent gewoon dat we een specialere item kunnen krijgen als we als hem als laatste killen. Oké, okay. Andere plek voor dekking zoeken. There we go. En de laatste twee. Krijgen we een trollbom en twee muntjes. Ik had gehoopt op wat beters. En hier loopt de kamer weer dood. Dat is echt een flinke omweg wat we moeten nemen. Dus okay, we hebben flink wat van die diklits al gekild. Wat komt daar? Ik kan een random trollbom of is mijn eigen bom? Weet ik niet. We krijgen echt meer dan genoeg hartjes om makkelijk te overleven. Ik denk ook een beetje met dat hart wat we hebben te maken heeft. Dat ik gewoon deze angel feeders kan killen voordat ze me aanraken. Dus ik een beetje... There we go. We zitten vol HP, dus die hartjes kan ik lekker laten liggen voor later. Even kijken of ik deze... nou kan opblazen voordat ze me aanraken. Ik moet er wel een beetje bom naar hem toe doen natuurlijk. There we go. Kijk, weer een muntje. We zijn bijna bij de baas, bijna bij dat is zo goed als ja tegen mams it lives mams liver. Dus eens kijken hoe het gaat aflopen. Dus daar komen echt heel veel hartjes tegen. Dus oh, dit is flas. Dit is de ene andere wat ik oh, we hebben een tinterdrag hadden we tussen de dingen zitten. Dat is fijn. Van hem kan je meestal een poison bombs krijgen of een tarotkaart. Wat is het? Huh. Dit brengt ons naar de secret room, maar die hebben we al gehad. Deze doet ons tijdelijk onverwoestbaar maken. Die kan heel goed zijn als we tegen Isaac gaan vechten. Maar nu gaan we tegen It Lives vechten. Gewoon nu even eerst die ogen opknallen en dan gewoon hier staan en blijven schieten. Dat is alles wat ik hoef te doen. En gewoon alles op te blazen. Hopelijk komt die zombie hier naartoe. There we go. Oké, hij is nu veel langzaam. Hopelijk doet ze geen... Oké, we hebben al bijna dood. Dat is echt het makkelijkste gevecht ooit. En we hebben een angel room. Geweldig. Wat zou in de angel room zitten? Oh ja, dat brengt ons naar Shaw. Ik ga liever eerst Isaac verslaan, want dat moet ik nog. Dus here we go. En zo te zien heb ik niks extra's gekregen. Dus ik heb toch al... Maar hard verslagen. Oeh, twee knallen in één klap. En ik ga de verkeerde kant op. Dus ik moet hier omlaag van die trommel weg. Hopelijk gaat hij goed. Wat heeft de White Pony? Dat is een eerste keer. Maar heeft hij dit eigenlijk nog niet?
Normaal heeft hij toch een ander soort paard, dus hij heeft dezelfde als mijne. Gewoon een naaper. Dan hebben we die. Maar die hoef ik helemaal niet. Ah, de secret room. Geweldig. Gelukkig alles nu vrij makkelijk. De love horse, dat moet gewoon twee hartjes droppen. Maak al liever deze. Want die maakt gewoon tijdelijk onverwoestbaar. Dat kan me heel goed helpen als ik tegen Isaac ga vechten. Oep, dat is een laser. En als ik hem met mijn bom kan raken, zou het geweldig zijn. De bommen doen veel damage. Ik denk dat het meer damage doet dan mijn normale bom. Oh nee, dat wou ik niet. Damage, dat wou ik niet doen. Ik kan wel veel bommen achter elkaar schieten. Ik moet een beetje wat oppassen voor hem. Maar we hebben hem al bijna dood. Alleen moet ik ervoor zorgen dat ik niet door een deur loop. Ik heb gewoon voor de laser genomen. Dat was niet mijn bedoeling, zoals dat. Kom dan in knal. Oh, wat nog niet? Nu wel. Maar we zitten weer voor HP dankzij Isaac's Fork. Hadden we ook nog eens goed in leven. Die twee zijn opgeblazen. En ook die andere. Maar dit zijn de andere versies van zeg maar de larven. Snellere larven zijn het gewoon. Oké, dat ging net nog goed. Raak me alsjeblieft niet aan. Oh ja, ik kan vliegen. Helemaal vergeet. Soms vergeet ik helemaal dat ik kan vliegen. Dat ik gewoon de stekels ontwijk. Wel een beetje vervelend als dat gebeurt. Zo. Nu gaan we eens tegen Isaac vechten. Eens kijken hoe het nu gaat. Met Isaac versus Isaac. Geweldig. Gewoon hier blijven staan en schieten. Dat is alles wat ik doe. Dus ik kijk wat damage. Maar hij krijgt wat meer damage dan mij. En dat ook nog de bommen zo langzaam schieten. En dan schiet hij ook heel weinig tranen naar me toe. Want hoe meer tranen je op hem schiet, zeg maar, hoe meer damage je krijgt. Zou het niet fantastisch zijn als we ook nog de Polaroid eigenlijk af konden hebben. Dan konden we gelijk naar de chest toe. Maar helaas, we moeten het doen met waar we kunnen. Ik ga nu de pony gebruiken. En die heb ik helaas gemist. Dus hopelijk kunnen we die Isaac snel dood. En we hebben de D20 geunlocked. Hahaha. Geweldig. We hebben het verslagen. Alles is gedaan wat we kunnen doen. Dus, hoppakee. We hoeven er nog niet eens de chariot te gebruiken, de kaart. Maar goed, we hebben Isaac weer verslagen. We hebben weer Dr. Venus, dus een hele overpowered run gekregen. We hadden de D6 niet echt nodig hebben gehad. Dus daar hebben we echt wel geluk mee gehad. En we hebben bijna het af. Ik denk nog één keer Isaac verslaan en we hebben de Polaroid af. En deze keer mogen jullie kiezen. Deze keer wou ik gewoon graag Isaac spelen. Maar wie zou ik de volgende keer? Zover ik weet hebben twee keer mensen op Judas gestemd en twee mensen op Samus. Dus laat me weten van wie de twee het moet zijn. Nou goed, dankjewel voor het kijken. Als je ons wil helpen om ons kanaal te groeien, deel deze video met anderen om te laten zien hoe geweldig dit spel is. En laat een like achter, daar help je ons echt mee. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!